Je leert radio maken door zoveel mogelijk te doen. En die kans heb ik hier gekregen. Dus daardoor is het best wel veel sneller gegaan. Maar daar had ik inderdaad wel even een momentje dat ik dacht van... Nou ja, 1,5 jaar geleden zat ik nog op mijn kamer. En nu allemaal knopjes. Dit is wel wat ik wilde, zeg maar. Op de vrijdag, als ik mijn werk heb gedaan... Zet ik de radio aan, ik hoor Bas. Ja, ja. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om als radiomaker aan de slag te gaan? Ja, het was verveling tijdens de coronaperiode. Het was geen school, niks, geen sport. En toen zag ik op YouTube een videootje van een bekende DJ. Die vertelde hoe die ooit is begonnen. En toen dacht ik, ja, ik heb toch niks te doen. Waarom ga ik ook niet gewoon op mijn kamer een beetje wat klooien? Dat vond ik zo leuk dat ik mijn eigen uitzending een beetje heb gemaakt. Daarna een mailtje hier zo naar Radio Capelle. En de rest is geschiedenis. We vierden dat de werkdag erop zit. De afterparty van je werkdag. Maar nu muziek van Chef Special. Ja, dat werd mij hier aangeraden om eens een demo te sturen naar de NPO. NPO heeft de NPO Campus. Dat is een soort van het opleidingstraject. Dat heb ik gedaan. En binnen een weekje had ik al een belletje dat ze graag wilde dat ik eens op gesprek kwam bij een beginnersworkshop. Daar ben ik heen geweest. Daar moesten we wat dingen opnemen. Een beetje oefenen. En toen hebben ze gezegd van ja... We willen met jou door. Lekker zeg, Rondé en Bright Eyes. Kicks. De vrijdagavond van Kicks. Bas van Schaik. Een vol energie onderweg naar het weekend. Ben je dus net begonnen bij NPO, maar stel het gaat hartstikke goed. Wat is dan de volgende stap? Nou ja, NPO heeft natuurlijk heeft ook landelijke zenders. Je hebt 3FM, Radio 2, Radio 1. En dat is uiteindelijk wel het doel om op een landelijke zender te komen. Kicks is het opleidingsstation, dat is ook hartstikke leuk. Daar ben ik echt trots op dat dat al zeg maar, dat lukt. Maar ja, als ik uiteindelijk klaar ben met school en opleiding heb gedaan... en als ik van radio mijn werk kan maken, van je hobby je werk maken... ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Dus wie weet hebben we hier wel te maken met de nieuwe Edwin Evers? Wie weet. Je weet het niet, maar misschien wel. We hopen het. Bas van Schaik. Lekker zeg, goedenavond. Het is de vrijdagavond van Kicks, de pre-party van je weekend... Tot 9 uur tellen we samen af richting het weekend... met onder andere nieuwe muziek van Paramore en Inhaler zometeen. Radio Capella!